Ja, we hebben een slechte eerste helft gespeeld en daar hebben we het gat te groot laten worden. Dan komen we de tweede helft terug goed mee in de wedstrijd tegelijk. En dan ja, word je een beetje afgestraft door een paar domme beslissingen. Maar goed, als je dat gat niet zo groot laat worden, dan kan je misschien toch wel die wedstrijd winnen, denk ik. En dat had je kunnen vandaag. Als we die zwakke kwartier, 20 minuten uit de eerste helft eruit hadden gelaten, dan hadden die twee punten ingezeten. Nu goed, ja, laat ons even dat eerste kwartier van de eerste helft vergeten. Want jullie gaan wel degelijk die rust in met een 3 doelpunten achter. Dat valt nog vrij goed mee. Ja, ik zeg het. Het was 13 doelpunten laten maken. Goed, dat is niet heel goed natuurlijk, maar dat is ook niet slecht. 11, 12 doelpunten, dat is goed in zo'n wedstrijd. Maar je maakt er maar 9. En dat is natuurlijk altijd het zere punt dat er altijd naar boven komt. We proberen iets te veel te forceren, terwijl de ruimte ergens anders ligt. En dan erop gewezen dat ze daar de ruimte moesten gaan zoeken, dan ging het beter. En we komen direct terug, maar een kwartier gelijk. Dus dan kon de match terug beginnen. Natuurlijk kost dat kracht, hè. Je moet die achterstand gaan ophalen. Maar ja, goed, ik zeg het, dan hebben we toch wel een beetje op een gegeven moment de arbitrage niet mee. Beslissingen met de rug naar de feiten. En ja, goed. Het is nu eenmaal zo, het zijn spannende wedstrijden. Je verliest met 1 doelpunt of 2, of je wint met 1 doelpunt of 2. Ja, in die tweede time gebeurde er inderdaad een aantal fouten, irriterende fouten, omdat jullie wel degelijk terug aankomen sluiten, waar dat Tongeren niet zo goed mee overweg kan. Ja, ik vond het een beetje langs beide kanten een verschillende arbitrage. Vastpakken, door de cirkel verdedigen. Langs de ene kant was het direct penalty. We krijgen ook de eerste 10 minuten ook 4 penalties tegen. Terwijl onze pivot daar staat te vechten tegen Jan en Elleman. En dat was nooit iets aan het doen. Maar goed, dat zijn natuurlijk, daar kan je niet meer op terugkomen. Maar ik zeg het, ik denk zelfs met dat. En laten we die kwartier weg in de eerste helft, denk ik dat we die wedstrijd hadden moeten winnen.